ben echt 24/7 met mijn sport bezig. Ook als we dagen vrij hebben, dan merk ik dat ik best wel vaak nog skiën in mijn achterhoofd heb en dat soort technische dingen aan het visualiseren ben of die in mijn gedachten spelen. Do you think it's cold? -3, -6 at the top. Af en toe is het natuurlijk ook wel goed om je een beetje te ontspannen, maar je bent er eigenlijk altijd wel mee bezig om te bedenken hoe je zo hard mogelijk naar beneden kunt skiën. Want het is natuurlijk wel echt een momentopname van iets meer dan een minuut. Ja, daar moet alles gewoon kloppen en bij elkaar komen. Het is zaak om te focussen op je eigen skitechniek, hoe je mentaal een wedstrijd ingaat, je materiaal, je voeding, je slaap, je fysieke gesteldheid. En dat moet ook allemaal bij elkaar komen en daar heb je wel invloed op. Are we clearing bottom? Yeah, it should be clear at the bottom. The bottom was a lot better. Yeah. You know, like the bottom, especially when you're moving with the arms like this, you're getting so much more energy out of the ski. It's just sometimes you like trying to maybe once or twice, it was too early going here, you know? Yeah. And that's just when you cut the line off. Okay. But that's the right idea. It just needs to be consistent like that. Like that section before this last state, you're getting so much energy out of the turn. The cheese, man. Yeah. No, I didn't know about the cheese man until I came on the team and heard it and then saw his helmet. I knew of him because of the people I knew on Global talking about him. And I also seen his race results. He was the fast Dutch guy. You know, generally speaking, like guys have dips and flows like this a little bit, but generally he's one of the fastest guys on the team, so he creates a lot of pace as well. Als je daar staat, dan weet je gewoon waar hij mee bezig is. En dat gaat ook nog om duizendste. Als je geluk hebt een paar tiende. Maar in die sport, met alle beste in de wereld horen, dan moet je een hele grote meneer zijn. En dat weten wij niet goed in Nederland. Wij denken allemaal, we kunnen skiën. Dan moet je één keer met Maarten meegaan, dan weet je dat je niet kan skiën. Ik kan best wel redelijk hard naar beneden. Als Maarten met een paar skis zo en zijn tas achterop naar beneden dendert door de mulle sneeuw, raak je hem gewoon kwijt, hoe goed je je best ook doet. Ja, in Nederland moet je echt uitleggen wat überhaupt wedstrijdskiën is. Dat je om bordjes heen gaat en zo snel mogelijk naar beneden gaat. Dat het fijner is om eerder te starten, omdat anders de piste verslijt. Dat ik niet van een schans af ga, want skispringen is toch echt wat anders. En we gaan om zijn beurt en degene met de snelste tijd wint. Then probably the biggest thing once you get to this level is mental toughness and a really good mindset, you know, because it's a long, grueling winter every year and everyone is completely ruined by the end of it. Being able to focus every day in and out with training and still make improvement, but then also go to the race and not let all the noise come in, like the cameras and the crowds, and everyone has a fast turn. It really comes down to what's in their head. Thanks. Ski felt good. Yeah. How's the course? I guess thick. Not bad. Just I was like before the delay at the end of the middle flat. I was a little bit late. His career in last year has been like an uprising of results. Last year has been his best season so far.
So what we're hoping for is that this season will be even better. And if that's going to be the case, he's going to qualify for the Olympics, and really looking forward for that. Shall we try the other ski? Just to see? Sure. And then probably one run and then back to the other one. Yeah. But it's interesting. I also feel like that, yeah. But this feels really good with the snow. De spelen gaan zeker wel in mijn hoofd om, maar ja, ik denk dat de eisen vanuit Nederland best zwaar zijn. Aan de internationale eisen heb ik 12 jaar geleden denk ik al voldaan. Maar dat geloof, ik heb wel het geloof dat ik die top 16 kan halen. Maar het geloof dat men in maart heeft dat hij dit kan op de spelen en dat hij iets aan het ontginnen is waar we met z'n allen straks profijt van kunnen hebben, ja, dat zou wel wat meer steun verdienen. Ja, zo zit ons steunstelsel vanuit NSCSF niet in elkaar. Dat gaat over medailles. En als we medailles kunnen halen, dan gaat er geld naartoe. Ja, terwijl als Maarten waarschijnlijk de Spelen haalt, dan heeft hij eigenlijk al een medaille. Ja, dat zijn hun keuzes. Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Als ik kijk naar collega-skiers van mijn niveau, die of veel slechter, die wel op de Spelen staan. Maar aan de andere kant kan ik er ook niks aan veranderen. You have to qualify first, right? Yeah. But really positive that we can see him performing at the Olympics this year. So should be cool. Ja, en wat betreft de bond. Ja, dat blijft lastig. Er is geen geld. Praat niet over een periode dat hij in de selectie zat toen er nog een selectie was. Heeft Maarten daar geweldige opleiding aan kunnen ontlenen. Maar op dit niveau denk ik dat Maarten daarin wel wat teleurgesteld is. Ja, ja, hij heeft alles zelf gedaan. Ik denk dat ook wat die kant betreft, dat Maarten maakt. Hij reed één keertje in een heel oud autootje wat hij van iemand had geleend naar een wedstrijd toe. Zonder serviceman, gewoon zonder trainer, zonder iets. Gewoon, ik ga ervoor, zo'n suf autootje. Hup, stoppen op de parkeerplaats. Neem skis naar boven. Nou, ik ben nu aan de beurt. Ja, oké, gaan. En winnen. Maarten is echt heel gedreven en heel professioneel met zijn sport bezig. En altijd op zoek en meer uit te halen. En is misschien wel een van de meest professionele sporters die ik ken. En we werken met echt heel veel professionals. Maar het is voor hem natuurlijk heel moeilijk om bijvoorbeeld commercieel interessant te zijn. Daar moet hij heel veel voor doen. En niet alleen voor zijn sport, maar ook daaromheen. En hij moet het allemaal bijna zelf doen. Maar dat doet hij dan ook wel. Altijd maar weer het vertrouwen. Hij weet dat hij goed kan skiën. Het moet alleen maar allemaal op het juiste moment vallen. En dat gebeurt soms als je een hele goede focus hebt. En ik denk dat het zo ook werkt in de topsport. Alles moet net op het juiste moment goed gaan. Ja, ik denk wel eens over na hoe ik op die Olympische Spelen sta. Het is een beetje moeilijk voor te stellen omdat het een heel ander soort klimaat is. Ander soort sneeuw, andere bomen, ander soort pistes. Alles ziet er helemaal anders uit. En dat zie ik wel eens voor me dat je daar echt aan start staat. En op dat moment ook weer een andere piste zo hard mogelijk naar beneden kunt skiën.
zal wel iets heel bijzonders zijn als ik naar de Spelen ga. Bring that focus more into that. Daar moet ik me op focussen. Ik weet dat als er zelf iemand zo hard in gelooft, alles mogelijk is.